Het is de lucht achter uw hoer. Het is het torentje van Spiek. In steden is meer natuur te vinden dan je verwacht. In parken, de kades langs het water of zelfs in kleine achtertuintjes vind je verrassend veel bijzondere planten en dieren. Maar gaat het ook lukken om deze natuur te behouden? In Natuur in de Stad leren we de steden en mensen kennen die zich inzetten voor deze bijzondere natuursoort. Dat is mijn land, mijn hoge land. Kijk, hey, dat is nou grappig. Als je hier verder naar beneden kijkt, zie ik in één keer dat daar een tongvaar staat. Dat wist ik helemaal niet, dat die hier ook voorkwam. Het is de weg van langs no klooster en de Westvolle langs de diek. Het ben de muns, ben de moer, het ben de keken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pinozeun. Uiteindelijk heeft de mens altijd er wat mee te maken. Ja, dat is, of je doet het bewust of onbewust. Zo zijn er sowieso een heel veel planten hier inheems geworden in Nederland. Oh, hij komt er recht over me heen. Daar gaat hij. Als je rustig wil wonen, moet je in de bouwvak in de binnenstad gaan zitten. Is het helemaal stil. Volop met gierzwaluwen is de stad van jou. In de stad Groningen vind je verschillende soorten grond, zoals veen of zand. Allemaal ontstaan in een ver verleden. Elk van deze gebieden heeft zijn eigen natuur, met eigen planten en dieren. Een voorbeeld is het Groningse kleilandschap, ontstaan door de vele overstromingen van de zee. Ik zoek de echte kleiplanten. Kijk, zoals je hier kan zien. Kijk, dit is klei, Groningse klei. Kijk, het is verdroogd door de zomer. Het is hard geworden. Gebarsten. Dat is klei, oude zeeklei van de zee die je vroeger nog tot aan de stad was. En de mensen zijn hier op terpen gaan wonen, wierden, noemen de Groningers dat. En ze hebben dijken moeten maken, al in de middeleeuwen, om zich te beschermen tegen de zee. De dijken zijn vaak niet zo aangetast door bemesting of begrazing. Daarom vind je hier nog resten terug van de oorspronkelijke begroeiing. En dan kunnen we kijken of we die oude planten, zeg maar, die erbij horen. Veldgerst. Kijk, hier staat nog veldgerst. Zie je, het is een grasje. Met mooie lange naalden. En daar kun je hem aan herkennen. Het is eigenlijk een soort wilde gerst waar wij het brood van maken. Gerstenbrood. Midden in de stad is het goed toeven, vindt Jan Doevedans. Voor hem is de stad een uitstekende plek voor natuur, zoals insecten of vogels. Ook in zijn eigen huis. We zijn nu op mijn dak, midden in de stad Groningen, waarin ik, voor zover de mogelijkheden er waren, geprobeerd heb om al de stadsnatuur die er is, hier te halen. Dat lukt bij lange na niet, maar een sedumdak met vetplanten, allerlei mogelijkheden voor gierzwaluwen, insecten. Dat is een blok met allemaal gaatjes erin. En dan de eerste zijn al bewoond, dat is een blok van dit jaar, achter zo'n dingetje. Daar woont dan weer een of ander sluipwespje, behangersbijtje, zagenbijtje of dat soort spul. Onder deze hoedjes, die kun je schuiven, zit een klepje in. Voor jullie wat lastig zichtbaar, maar hieronder, dit zijn dus allemaal broedplekken van gierzwaluwen. Deze is nog niet bezet, maar deze die wordt gebruikt. Voor het eerst dit jaar zitten nog geen jongen, dus die maak ik niet open. Want ik heb daar graag volgend jaar, jongen. Dit geheel, dat heet een bouwtechnisch een timpaan. Die was weg, die hebben wij hersteld. Het kan dus allemaal open. En er zitten hier allemaal aparte ruimtes onder. En als je dan deze open doet, dan kijk je dus op alle verschillende mogelijkheden. Kijk, hier is dus nu een kou. Zijn nest heeft dus net gebouwd. Is dit jaar nog niet gebruikt. Die kunnen jarenlang gebruikt worden, is nu klaar. Hier, dit stukje, kijk, is een kleine vlieggat. Is bedoeld voor de zwarte roodstaart. Is nog niet in gebruik, gaat gebeuren. De grote ondiepe ruimte hier gaat helemaal achterin door. Daar kan een mega wespennest zitten, een mega hommelnest. Daar kunnen vlinders overwinteren, daar kunnen gaasvliegen overwinteren. Is allemaal geschikt, is allemaal bruikbaar, zonder dat je er op maar een of andere manier overlast van hebt. Sterker nog. Ik wil dat juist graag zien, want er komen straks camera's bij. En door te leren, oh zo doen die beesten dat, kun je dat op heel veel plaatsen in de stad ook realiseren. Op het moment dat die kouer komt,
dat die bezet is. Op het moment dat in die nieuwe, onder die hoedjes, de eerste gierzwaluw aanviel. Dat is geweldig. Dat is geweldig. En het is sowieso leuk om te laten zien. Het is leuk om te laten zien, het kan. We hebben, een stad is ook natuurruimte. Maar gebruik hem en doe dat direct bij de bouw. Of als je aan het verbouwen bent. Het is zo weinig moeite. Het is ook een land van distels. Zoals deze, de speerdistel. Heeft een beetje een speervormig blad. Maar ook een beetje taps toelopend bloemhoofdje. Zelfs voor de bloei in knop zie je dat die spinnenwebachtig behaard is. De stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boemplootsen van Wavermosket zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzood in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne baar. Dat is Milaans, Minogelaans. Nou, dat is de natuur die hoort bij de klei. Dat is waar we mee bezig zijn in de stad, om dat oorspronkelijke, die oorspronkelijke natuurwaarden die bij die klei horen, dat we die proberen weer te krijgen, te herstellen. Het werk van Jan Doevendans werpt zijn vruchten af. Tot nu toe zaten er ieder jaar gierzwaluwen in de nestkasten. Oeh, je zult toch niet al uitgelopen zijn, wel? Moet niet kunnen. Moet eigenlijk niet kunnen. Kijk, dit is een jonge gierzwaluw. Dit is een jonge gierzwaluw. Bestaat al 50 miljoen jaar. Herkenbaar als jonge gierzwaluw als hij vliegt aan die witte zoompjes. En in de lucht, helaas voor de insecten, herkenbaar aan dat hele kleine snaveltje wat tot achter het oor helemaal open gaat. Kijk, zo'n muil, dat gaat er open. Gierzwaluwen komen van de rotsen. En onze huizen, onze steden, het is van oorsprong toen wij nog toendra waren. Geen gierzwaluwen in Nederland. Nu wij huizen hebben, meer gierzwaluwen. En nou willen wij eigenlijk proberen voor elkaar te krijgen, nog meer huis, nog meer gierzwaluwen. Want die beesten doen zo verschrikkelijk goed werk. Ken je die beesten van, als het onweert, dat je echt overal, dat alle ruimte zo, dat je denkt, oh, ik word er helemaal gek van. Knutjes, knaatjes, knijzen van die onweerbeestjes, dat is hun vreten. Bek open zo. En dan met 70 à 110 km per uur gewoon zuigen. Daarnet zaten we buiten de stad, hè? Helemaal in het oorspronkelijke authentieke kleilandschap. En nu zijn we ongeveer 3-4 kilometer verder opgeschoven de stad in. Daar zie je als het ware de dijk met het oude landschap. En dan zie je daar zo de nieuwe wijk en de oude stad die erachter zit. En hier gaat de natuur, het kleilandschap, die gaat hier de stad in. Later zullen we zien dat als we bijvoorbeeld op de zandplekken komen, want we hebben ook zand in de stad en veen, dat daar de natuur heel anders is. Dus dat is ook de kracht van de stad, van deze stad Groningen, dat we proberen die oorspronkelijke landschapstypen, wat hoort bij klei en wat hoort bij zand en wat hoort bij veen, zijn allemaal eigen planten en eigen dieren, dat we die oorspronkelijkheid in de stad zichtbaar houden, dat het niet allemaal hetzelfde wordt. Met het aanleggen van verschillende soorten natuur komen ook diersoorten terug die er thuis horen. Zoals de zeldzame poelkikker. Is net ervoor. Ja, ik heb hem. Dat ding. Oh. Ja. Kijk, dit is de poelkikker. Oh. Ze zijn zo glad. Kijk, die heeft een beetje gele snuit. Dus hij is niet op volle kleur, zeker niet in de paarkleur, maar die poelkikker, die kun je onderscheiden van andere groene kikkers. Door die gele kleur in de paartijd. En een grote knobbel op zijn eerste teen. Dat is een graafknobbel. En die knobbel zit hier bij zijn eerste teen. Dat is een graafknobbel, want die poelkikker die overwint het niet onder in de bodem. Op de sloot, in de sloot. Maar die overwintert, die kruipt het land op. Nu in de zomer, dan gaat hij daar naar het bosje toe. En dan kruipt hij, dan moet hij graven in de aarde. En dan heeft hij dus die graafknobbel voor nodig. Dan graaft hij onder het blad op een vorstvrij plekje. Dat is de poelkikker, die is heel zeldzaam. Dat is echt een hele zeldzame kikkersoort. Die in Europa bedreigd wordt met uitsterven. En daarom is Nederland ook
ontzettend belangrijk om deze poolkikker, om daar heel zuinig op te zijn. Ja, dit is echt een... Hier zijn we trots op, dat we dit hebben in de stad. Een van de meest verrassende natuurplekken in Groningen zijn de Steinkoelen, de gemeentelijke vuilnisbelt. Een natuurgebied midden tussen de vuilniszakken. Nou, ik kom hier vrij regelmatig op de vuilnisbelt om de meeuw te kijken. En met name die jonge meeuwen zijn voor mij het interessantst, want daar zou een bijzondere soort tussen kunnen zitten. En het is, ja, het is eigenlijk een grote puzzel, al die meeuwen systematisch afkijken. En er loopt ook een ooievaar. Er zitten niet zoveel ooievaars in de stad. En ja, gewoon puur het feit dat zo'n grote vogel hier komt om eten te halen is wel bijzonder. Dat zie je niet vaak. Oh, er vliegt er een hierachter. Hier, daar. Hij gaat nu midden op de bult zitten. Misschien dat hij zo gaat vliegen, hoor. Hij vliegt, hij vliegt. Wat een beest. Jan Doeverdans wordt gebeld als mensen overlast hebben van dieren. Wim ziet Abraham. 3 keer toeteren. Dus, doen we dat. Dit keer gaat het om een steenmarter. Een nieuwe stadsbewoner die vooral 's nachts actief is. Het was vooral 's nachts een herrie. En met name op de slaapkamer hier, onder het dak. Dat wij... En dachten, nou, dat is toch wel te veel voor muizen. Maar wat mag het dan zijn? Nou, dat heeft een aantal weken geduurd voor we erachter waren van het zou wel eens een steenmarter kunnen zijn. Dit is een verkeersslachtoffer. Een jong, geen fraai exemplaar, maar wel, ja, zo zie je hoe groot ze zijn. Het is eigenlijk een lange kat op wat korte poten. Ja, dit soort beesten flitsen dan, ja, over je dak. Gaat razendsnel. Nou, eerlijk gezegd waren we ten einde raad. En toen zijn we bij Jan terechtgekomen. Die hoorde ons verhaal en die zegt acuut dat dak weer openmaken. Want dit is waarschijnlijk een martervrouwtje. En die wil naar zijn jongen. Dus toen hadden we hier een gestoorde marter op het dak. Die echt ergens naartoe wilde en er niet bij kon. Een steenmarter, ja, dat was een bijna uitgestorven diersoort in Nederland. Toen zijn ze beschermd geraakt, want we hadden nog de laatste steenmarters in Nederland. Die zaten dan, omdat ze vroeger ook zwaar bejaagd werden, in ruïnes. Hè. Fluwijn heet die in het Brabants. En heel langzaam, dat heeft dus 25, 30 jaar geduurd, is het beest weer toe gaan nemen in buitenland. Met name Duitsland, Zuidoost-Duitsland. En dan heeft zo'n beest de keuze. En die heeft ervoor gekozen van, weet je wat, als er geen ruïnes zijn, dan maken ze zelf wel. Moet je kijken wat een woningen... Zo zijn die steenmarters naar de steden gekomen. Aha. Kijk, daar zal een duif liggen, daar zullen ratten liggen, zullen muizen liggen. Bingo, ja, je maakt wat mee hoor met steenmarters. Het is niet overal zo, maar er zijn plekken dat je denkt van, daar willen wij zelf niet meer wonen. Aha, veertjes. Wat hij doet, is... Daarboven de schoorsteen, die aansluit en daar kan hij eronder. En die gaat helemaal naar links. Wat ik vermoed is dat hij daar onder die hoekpan, daar ontmoet hij de spouwmuur. En daar zal vast steenwol in zitten en daar heeft die jongen gehad. Ongetwijfeld. Dus dat moet, ja, dat mag los. En dan maken we het bij de schoorsteen dicht. En daar komt de stank vandaan. Dit is vingergras, heet dit. God, harig vingergras, kijk, je ziet het al. Vier van die plaatjes. Dat soort grassen kom je in de stad tegen. De stad is voor veel planten een soort rots. In de stenen omgeving van kademuren, stoepen en huizen vind je veel bijzondere planten. Zoals de steeds vaker voorkomende muurvaren. Muurvaren, dat is een plant die tegenwoordig veelvuldig in de stad te zien is. Dus behalve in kademuren, ook in muren van huizen.
boven in gevels bijvoorbeeld. In dat soort gevels daar, op dat soort plekjes, zou je muurvarens kunnen tegenkomen. Daar zitten ze zelfs. Ik zie ze zitten. Op die boog daar. Ja, dat zijn wat oudere gebouwen. En de voegen die laten daar wat los. En dat gaat natuurlijk altijd samen, hè, dat de voegen wat minder moeten worden. En dan komen de muurvarens. Zolang het niet keren opnieuw opgeknapt wordt, dan verdwijnt het weer. Ja, hier zie je nogal wat planten die je ook in oevers van waterlopen tegenkomt. Zoals het blauw glitkruid zie je hier staan, met die blauwe bloempjes daar. Dat is een mooie soort. En die grote, dat is tandzaad. Peter Bulk is een echte Groninger. Hij kent de stad als zijn broekzak en heeft zelf een tuin waar alleen wilde planten staan. Een groot deel van zijn tijd is hij op zoek naar bijzondere soorten. Zoals in de Noorderhaven, een vrijplaats voor bootbewoners en wilde stadsplanten. Hier, dit is ook weer een varenrijk stukje. En een bijzondere varen hier is de steenbreekvaren. Dat is in Nederland een rode lijstsoort, wat dus wil zeggen dat die behoorlijk zeldzaam is. En ik meen zelfs dat hij beschermde status heeft. Dus zou iemand deze muur willen renoveren, dan moet er, dat kan niet zomaar. Ja, ja. Wat is dat, hè? Dit is wolfspoot. Oh, hier is het echt helemaal wilderig. Je komt een kamperfoelie, een bosplant. Het is echt een wilderige tuin hier. Kijk eens, hier is die muursla weer. Hier staat hij nog prachtig in bloei. Met de zaden en planten die in het buitengebied gevonden worden, kan de oorspronkelijke natuur in de stad weer teruggebracht worden. Deze wilde natuur is soms even wennen. Wij hebben hier ontzettend veel margrieten erin gehad. Dat was heel mooi. En dat werd ook behoorlijk geplukt door moeder en kinderen. Maar verder van de rest, ja, toen kwam dit. Ja, dat is niet en leuk. De kleur is weg eigenlijk. En nu zult u dus inderdaad zien, dat vind ik op zich wel mooi, ziet, dat de variatie zit in het seizoen. U heeft dus de margrieten zien bloeien. U heeft waarschijnlijk ook gezien dat er een periode geweest is dat het veel geler is van de rolklaver. Ja, ja. Dat bloeit toch wat geel in het midden. Ja. En nu gaat u dus naar een fase dat die peen... Speciale bloemen, want s'avonds waren die geeltjes, die gelen, die waren allemaal dicht. Allemaal dicht. En de volgende morgen... Dat zijn de gele morgensterren. Ja, oh, die bloeien tot 12 uur, 2 uur. Ja, dat leert wel wat. Ja, dat zijn de gele morgensterren. Dat zijn de zeldzame planten. Hier staan heel veel zeldzame planten die vroeger in Groningen op de klei algemeen waren. Ja. En die dus nu heel zeldzaam zijn geworden. Oh ja. Nou, de echte natuurliefhebber die zeggen, mama, we wonen hier prachtig mooi. Ja, dat is ook zo, ja. Om te weten hoe het met de gierzwaluwen gaat, doet Jan Doeverdans regelmatig een ronde langs de nestkasten. Pasgeboren gierzwaluwen worden geringd, zodat ze elk apart te volgen zijn. Wil je me aaien? Ja. Nou, doe maar dan. Doet niks. Wacht, ik hou weer de vleugeltjes vast. Voel je hoe warm die is? Ja. Leuk, hè? Jonge zwaluw. Wil je nog eentje? Ja. Nou, let op. Deze mag je vasthouden. Laat ik hem eerst poepen, goed? Ja. Laat ik hem eerst poepen. Kijk, moet je hier een beetje kriebelen. Kijk, dan poept hij eerst even. Ja. Kijk, deze is jongen. Mag jij die vasthouden? Doe je handjes eens zo. Moet je, ga maar even op je knietjes zitten. Zo even gaan zitten. Zo, handjes zo doen. En dan kun je met het andere handje aaien. Aaien. Ik wil mee poep. Ja, doet je hem nog meer poep? Ja. Nee, valt mee. Mag ik de volgende? Die. Oh, hij slaapt alweer. Goed zo, kerel. Ja. Hij is alweer helemaal in slaap gedoezeld. Ja. Helemaal in slaap gedoezeld. Ik ben de grote boerenkloosten van Wavermosket zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blaag. Het is de horizon bironen
vlak noord is de nabij. Dat is Milaans. De laatste plek waar je natuur verwacht is bij een fabriek. Toch is het terrein van de suikerfabrieken een van de mooiste natuurplekken van Groningen. Met een onverwachte rijkdom aan vogelsoorten. Het terrein is alleen toegankelijk voor echte vogelaars. Nou, we staan hier op de vloeivelden van de Suikerunie. En dit is een van de kaskadebakken. En hier zitten van allerlei vogels. Onder andere aalscholvers, visdieven, kokmeeuwen, kluten, die we op dit moment ook op de achtergrond horen. En hier zit ook geoorde fuut. Hij komt voor in veenmoerassen en dergelijke, op sommige gebieden in het noorden van Nederland. Maar zo in de stad, rond de stad Groningen, is dit echt de enige plek en ook de bekendste plek. Mensen komen hier speciaal voor de geoorde fuut. Waar mensen zijn, verdwijnt natuur, zo lijkt het. Maar voor een stadsecoloog als Klaas van Nierop spelen mensen wel degelijk een positieve rol. Het gaat veel te ver om te zeggen dat mensen alleen maar negatief zijn. Want mensen maken ook heel veel natuur. Deze kademuren, anders was die natuur er niet geweest. Poelen, waar we net ook geweest zijn. Daar zitten allerlei amfibieën, allerlei libellen. Sloten die mensen graven, zit natuur in. Heggen die we maken, zit natuur in. Dus parkbossen, zoals we hier in de stad hebben, komt veel natuur op af. Dus het gaat veel te ver om te zeggen dat mensen alleen maar natuur kapot maken of natuur vreemd zijn. Nee, het kan juist heel mooi samengaan. En dat is eigenlijk de intentie van een stadsecoloog, dat je probeert die dingen goed samen te laten gaan. Ik ben de meul. Ik ben de beul. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boelgrootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de wand, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Rome, vlak noorden de nabij. Dat is Milaans. Ik heb dit netje gespannen omdat ik op deze plek onderzoek doe aan ijsvogels. Maar dat is het idee dat hij er tegenaan vliegt en dan zit hij zo in de zak. Nou, en dan wordt hij er weer onbeschadigd uitgehaald en geringd. En dat zou dan mijn 14e ijsvogel worden. Alleen op dit plekje in de stad Groningen. Geweldig plekje.